Yo mensen, voordat we beginnen, bedankt Max NL, Valie, VB, Dertax, JT en Adminsa en voor het abonneren. Bedankt. Wil je ook op dit whiteboard? Abonneer dan even en laat het even weten in de reacties. Ik check het, hè, dus je moet wel echt geabonneerd zijn. Heel belangrijk. En laten we nu beginnen met de video. Yo, yo mensen, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we een speciale challenge doen, terwijl ik hier een potje start. De challenge is, ik moet winnen zonder een kill te halen. Ik heb het net al een paar keer geprobeerd en meneer P is gewoon mijn laagste knokker. Dus het is de enige waar ik eigenlijk nog een beetje kans maak, want allemaal andere knokkers heb ik 500, terwijl ik hier nu al bijna dood ga. Maar meneer P, dat zeg ik jullie nu al, is echt niet ideaal, want die heeft gewoon te weinig levens. Want wat je moet doen is eigenlijk zorgen dat je de storm mee hebt, de gifwolken. Dus dan moet je eigenlijk zoveel mogelijk krachtpunten hebben. En mijn super, zodat de super kan tanken. Dus dat is eigenlijk alles wat ik moet hebben, maar ik heb nu al helemaal niks, dus dit gaat helemaal mis. Oké, één hit, maar die Jean gaat mij killen. Dus ik ga gewoon potjes spelen en dan doe ik wel een voice-over over het potje dat ik win. Ik denk dat ik met Rosa ga spelen, ook al heb ik die 500, daar moet het wel mee lukken. Omdat ik heb Rosa, daar kun je wel haar super doen en haar super is wel super handig. Laten we dat gewoon nog één potje proberen en anders ga ik gewoon even... Ga ik het filmen, maar dan ga ik niet live commentaar geven, want ik denk dat het echt nog echt uren gaat duren. Oké, ik probeer meteen, want ik kan ook bosjes neerzetten, wat wel handig is. Ik heb natuurlijk wel niet haar star power dat ze kan healen. Maar wat ook heel echt irritant is, zijn die paarse drankjes. Want als iemand die heeft, ik moet ze eigenlijk pakken, maar dan mag ik niemand killen. Dus dan mag ik eigenlijk automatisch ook bijna niemand aanraken met die dingen. En ik probeer vooral gewoon zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van mensen. Oh, come on, Pam. Ik mag wel damage doen, alleen ik mag niemand killen. Bo, ga niet voor mij. Echt waar, Bo. Oh. Kijk, dit gebeurt elk potje. Ik word gewoon volledig achterna gezeten. Maar we gaan gewoon proberen te blijven leven. Ik ga zo... We moeten gewoon proberen zo lang mogelijk en dan helemaal aan het einde gewoon in het midden te blijven. Ik ga gewoon die cold pushen omdat ik wil mijn super hebben. Want als ik mijn super heb, dan kan ik storm damage tanken. Dus dan kan ik in de storm wachten. Ik wil niet met die Bea in conflict raken. Oh, Frank, dat is echt een worst case scenario. Ik heb hier ook aardig in de penari gewerkt. Want ik word langs alle kanten aangevallen. Oké, dit was goed, dit was goed. Dat bosje neerzetten was handig. Ja, die Frank. Zolang die Frank zijn super niet heeft, ben ik aan het chillen. Ik hoor dan een muziekje, dan heeft hij zijn... Star power. Oh, frick. Ik zie Pam met rage. Oké, prima met rage. Ik ga zelf de rage pakken, gewoon zodat niemand anders hem pakt. Want ik wil er niemand mee killen, maar ik pak hem dan gewoon. Net als het dit potje lukt, dat zou echt geniaal zijn. Oké, wacht. Het kan. Ik ga proberen, maar ik kan hem zo makkelijk killen. Hij heeft wel geen super, hè? Dat scheelt. Oké, ik heb op één hit na mijn super en hij heeft zijn super niet. Dus wat doe je dan? Vooral wegrennen. Blijven wegrennen. Als ik dit volhoud kan ik gewoon... Oh nee, hij loopt heel lang. Dus, heb ik mijn super al nodig? Ja, ik heb mijn super al nodig. Oh nee. Mensen, ik skip gewoon naar het potje dat het lukt. Ik neem de gameplay op en dan kunnen jullie genieten van... Van het potje dat ik win. Dan doe ik daar een voice-over van over, want dit duurt echt lang. Ik ben even van tactiek gewijzigd. Ik ga denk ik... Of Poco nemen, dat ik mezelf gewoon kan healen. Ja, want de star power maakt niet uit. Ik neem wel die ander. Of Frank, gewoon met heel veel levens. Ik denk dat ik voor... Even kijken, Frank ga. Ik zou ook een Mortis kunnen nemen. Dat zou op zich ook handig zijn. Of een Pam. Maar ik ga voor Frank, want die heeft de meeste levens. Maar ik zal wel dit potje... Ik knip wel naar het potje dat lukt. Misschien doe ik het wel met Frank. Want Frank heeft gewoon 8000 levens. En als ik een paar punten heb, dan ben ik echt aan het chillen. Ja, je kan niks doen tegen een Dynamite Frank zijnde. Oh, wauw. Dynamite. Oké, als ik die dubbele kist daar heb, dan zijn we echt aan het chillen. Oké. Ik ga gewoon hier naar boven. En dan ga ik hier naar beneden. Oh, ja. Pak jij die kist maar. Oh nee, ik zit hier vast. Oké, ik wil wel die punten hebben nu. Oké, yes. Yes, die Dynamite sukt echt. Oké, ik wil hier weg. Als ik heal, als ik kan healen, ja, hij laat me healen. Lekker. Oké, we hebben dit. Hij heeft een rage.
dat vind ik even... Kom aan, nee. Ik moet nu echt alles gaan dodgen. Oké, nee, ik ben dood. Ik ben Morse dood. Oké, ik ben dood. Oh, maar we waren zo goed bezig. Die Dynamite sukte echt. Alleen, ja, oké. Maar Frank is gewoon, voor mijn gevoel loopt hij heel lomp. Waarschijnlijk ligt het aan mij, maar hij loopt gewoon traag. Oké, ik knip wel naar het potje dat lukt. Oké, op een gegeven moment kwam ik gelukkig op een heel goed idee. En dat is om Bibi te nemen. De reden dat ik Bibi nam was omdat ze een knockback heeft. Die knockback is erg handig. Waardoor je iemand in de storm kan duwen. Oké, het is misschien een kill. Alleen jij maakt de kill niet. De storm doet het voor je. Dus ik tel het als een niet-kill. Oké, je duwt ze gewoon weg. Dus dat was mijn big brain plan. Heel slim. Alleen ik was daar... Dit is letterlijk mijn eerste potje met Bibi. Ik was echt... Ik was al 20 minuten aan het... 20 aan een half uur minuten. 20 aan een half uur minuten. Lekker vloot. 20 minuten aan een half uur bezig. Met gewoon deze challenge. En dit was pas het eerste potje met Bibi. Dus ik was al wel een tijdje bezig. Dus een like en een abonnee zou... een abonnee als je nieuw bent zou geapprecieerd worden. Dat zou ik heel huts vinden. Echt waar. Extreem huts. Maar hier hebben we gelukkig dat drankje. Ik ga er niks mee doen. Omdat ik sowieso... Ik mag niemand killen, dus... dus ik ben er vooral om mensen bang te maken. Opeens komt de 8-bit daar, die knalt me bijna helemaal neer. Dus ik eigenlijk moet ik nu even wachten. Even mijn knockback weer hebben, even kalmeren. Dan zou alles goed komen. En opeens, ik snap niet wat de 8-bit hier aan het doen is, hoor. Die laat zich gewoon volledig doodgaan. Meneer P zit mij ook te tergen. Alleen, ik heb wel volgens mij 3 krachtpunten, dus ik ben aan het chillen. Ik zie daar een Sprout, maar ik mag die niet killen. Het is echt frustrerend, geloof me. Want je denkt steeds na, oh, ik kan hem killen. Oh, ik kan die killen. Of, oh, ik had die kunnen killen. Oh, dit was zo makkelijk om die te killen. Maar het lukt gewoon niet. Ik kan die Leon hier. Weet je, ik deal hem gewoon weg omdat ik mijn super dan heb. Niet dat ik iets aan mijn super heb. Maar, ja, gewoon, ik heb hem dan. Dit neem ik trouwens ook op mijn nieuwe editor. De nieuwe computer is aangekomen. DaVinci... 16, ik heb het op een computer. Dus best even wennen. Ik denk dat de voice-over ook misschien wat betere kwaliteit is. Maar ik vind het wel lachen. Het is wel leuk. Wel grappig. Hier heb ik nu wel een rage. Ook al heb ik er niks aan. Ik heb volgens mij nog een Brok. Een meneer P. En een Poco. Of een Poco. Weet je hoe je het maar wil zeggen. Dat zijn mijn tegenspelers. Hier gooit meneer P zijn special. Daar moet ik eigenlijk een beetje voor opletten. Ik snap niet hoe Brok dood ging daar. Ik weet niet wat hij aan het doen is daar, maar hij ging dood. Hier pusht Poco meneer P, waar ik geluk mee heb. Want ja, dit overleef ik heel nipt. Kijk, oef, dat was dichtbij. Maar mensen, het einde nadert. Dit ziet er goed uit, want hij komt hier. En ik sla een baf, de storm in. Ik kan hem nu makkelijk killen, maar ik wacht even af. En dan moet ik hem nog een keer, paf, de storm in slaan. Ja. En ja, mensen, ja. Het is gelukt, yes. Mensen, dit was het ook alweer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Het deed pijn aan mijn vingers, zo lang speelde ik. En ik check jullie later.